Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we uitgestrekte wolkenvelden boven Nederland, maar het zijn vaak vrij dunne wolken waar de zon nog aardig doorheen komt. Temperaturen zijn vanochtend 0 of min 1 graad en vanmiddag lopen ze dan op tot iets boven het vriespunt, dan is het een graad of 2. Waar het wel een koude zuidoosten tot oostenwind, winkelt 3 tot 4 en die zorgt voor een gevoelstemperatuur van min 3 tot min 5 graden. Goed aankleden vandaag dus, ondanks dat de zon van tijd tot tijd schijnt. Blijft overal droog. Ook vanavond droge omstandigheden. De koude oostenwind blijft doorstaan en de temperatuur daalt weer tot min 1. Dat betekent dus dat de gevoelswaarde onder de min 5 graden komt, rond min 7. Morgen houden we min of meer dezelfde omstandigheden. Opnieuw een mix van wolkenvelden en zon. En waar de zon het meest schijnt, dat is eigenlijk amper te zeggen. Temperaturen iets boven het vriespunt en de koude oostenwind zorgt opnieuw voor lage gevoelstemperaturen. Vrijdag heel misschien een licht sneeuwvlokje langs de oostgrens, stelt eigenlijk niks voor het wordt 1 tot 3 graden. Zaterdag komt er wel serieuze neerslag. In het westen regen en natte sneeuw, elders sneeuw overgaand in regen. Temperaturen lopen daarna op. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.